Dat je dan ook even aangeslagen bent? Ja, ik kan me diverse malen herinneren dat een leider opstapte. En ik weet nog wel bijvoorbeeld ook toen Houten Bos opstapte. Op een gegeven moment dacht ik, hé, we zouden toch een heidag hebben? En hij zat daar in zijn nette pak. En hij vertelde dat dus, dat hij dus zou opstappen. En ik weet dat we allemaal toen gehuild hebben. Gehuild ook echt, ja? Ja, zeker. En ja, ik heb het nu een paar keer meegemaakt. En ik was vanochtend ook wel echt geschokt. Ik vind het ook heel jammer. En ik vind het ook wel... Ik vind dat ze zichzelf wat meer had mogen gunnen. Wat meer tijd ook. Om te groeien in de rol die je moet hebben natuurlijk als partijleider. Je wordt nooit zomaar plop partijleider. Daar groei je in. Nee, want ze zei zelf eigenlijk, ik doe het niet goed genoeg. Meneer Tang, bent u het daarmee eens? Nou ja, dat is in ieder geval de conclusie die zij trekt. En ik begrijp dat ze zichzelf niet laten bungelen. Maar ik vind inderdaad dat je het vak van partijleider moet je leren. En daarvoor heb je tijd nodig. Nou ja, dat heeft ze niet gedaan. Maar had zichzelf meer tijd mogen gunnen? Die tijd had ze kunnen nemen. Er was inderdaad, haar aftreden was onverwacht. Werd niet op gerekend, werd ook niet op aangedrongen. Dus dit is echt een besluit van haar. En dat ik ook wel kan begrijpen, maar ik het tegelijkertijd heel jammer vind.